Waar ben jij alles mee van? Lig ik hier met een fucking grizzlybeer te neuken of zo? Ik heb wel eens een orgasme bij jou gefaked. Mm-mm. Nee, hè? Ik in ieder geval niet. Nee, ik ook niet. Ja, maar het gaat zo moeilijk, dat kan toch gewoon niet? Oké, nou, ik niet bij jou. Ja, wel, dan ging ze overdreven kreunen. Kwam je altijd klaar bij mij? Niet altijd. Nee, ik ook niet. Nee. Niet altijd? Maar ik ook niet. Wel vaak, maar... Ja, nee, niet altijd, maar ik genoot er wel van. Niet altijd. Soms dacht ik van, nee, ik kan nog beter naar de bioscoop gaan om daar een film te kijken. Behalve die ene keer, denk ik wel. Maar we hadden ook niet elke keer als we seks hadden dat we klaar waren. Ja. En als het dan niet door de seks zelf was, dan of ik deed het zelf of je hielp me daarbij. Hoe kan je mij het snelste laten klaarkomen? Ik denk altijd gewoon als ik het bij jou deed en dan ondertussen ook jou aftrok. Okay. Goed luisteren, dit gaan jullie kunnen gebruiken. Oké, begint gewoon rustig bij de vagina, je zo, is vagina. Je zo een beetje wrijven of zo, want daar zit de clitoris. Daarna, dan ga je gewoon eventjes een beetje de vrouw oraal bevredigen. Dan ga je zo één likje geven zo. Dan begin je nog een paar keer zo toch, en dan begin je rondjes draaien om de klit heen. Nog niet op de klit, nog niet erop. Daarna moet je gewoon, ik zweer het, werkt echt gewoon letterlijk met je tong zo eroverheen. En met je hoofd ook zo bewegen, dat werkt echt. Denk je te buff. Je kwam niet echt klaar voor mijn blowjob. Ik ben bedenkbaar jou wel bij hem. Ja, je kwam af en toe wel snel klaar toen bij het vingeren. En ja, vast binnen, maar jij hield ook altijd wel van missionaris en intiem. Gewoon hele harde doggy was altijd wel. Ja, ik wou ook zeggen doggy inderdaad. Ja. Door te pijpen? Je stopt hem er gewoon in en het gaat vanzelf gewoon lekker. Rampetampen. Ja, door op jouw rug te krabben. Ja, met strip-on. Ja. Als ik je benen zo achterover deed helemaal zo. Oh, dat, zo bij mijn hoofd? Ja, ja. Uh-huh. Dan ging het wel iets sneller volgens mij. Voor mij? Ja, ja, ja. Echt waar? Ja. Cool. Is er iemand die je sneller kan laten klaarkomen dan ik? Jawel, dat denk ik wel. Maar is niet per se je trouwens ook goed in? Vast wel. Ja, volgens mij ook wel. Ja, ik hou dus wel ook van langere seks. Ja. Dus ik vind het ook niet chill. Maar dan moet ik mezelf soms echt wel inhouden hoor. Oh, zet ik op telefoon maar op. Moet ik hem opzetten? Nee. Nee. Dus you did a great job. Ja, wel één keer. Stond toen best wel lang drogen toen, ja. Ga een beetje. Thomas. Ja. Ik kan mij iets sneller laten klaarkomen, denk ik. Ja. Jij hebt me snel laten klaarkomen. Andere mensen hebben me snel laten klaarkomen. Ik hou daar geen timer bij. Hoe belangrijk vind je klaarkomen? Voor mezelf moet je het wel echt al heel slecht doen als je mij niet kunt laten klaarkomen. Maar bij sommige mensen is dat gewoon moeilijk. Dus je kunt er ook gewoon van genieten. Je hoeft niet per se klaar te komen of zo. Ik vind het zo saai als iemand niet klaarkomt of zo. Dan heb ik echt zo'n gevoel alsof ik niks heb gedaan. En mij boeit het niet dat ik nou wel of niet klaarkom. Maar ik vind dus wel altijd een ding of belangrijk dat die ander klaarkomt. Want dan weet ik gewoon van oké, je hebt het heel chill gevonden. Ja, voor de ander vind ik het ook wel fijn inderdaad dat zij klaarkomen. Dan heb je toch wel gewoon iets goeds gedaan. Ja, best wel. Ja, ik word echt irritant hoor als ik niet klaarkom. Ja, precies. Ik word ook altijd wel een beetje salty. Ja. Zeker als een guy like stopt wanneer hij is klaargekomen. En dan ben ik zo aan het chillen van excuse me. Ja. Als ik met mensen ben, dan boeit het me echt niet zo heel erg veel. En dat is gewoon omdat de meeste mensen met wie ik seks heb het niet goed doen en ook niet goed luisteren. Waardoor het gewoon per definitie een beetje oncomfortabel is. Ja, ik vind het ook wel belangrijk, want hallo, er moet toch aan het einde moet er toch vuurwerk komen? Ik vind het niet per se een must eigenlijk. Het is niet een soort bekroning op de seks. Doe mijn orgasme na. Ja, maar je bent heel stil. Ik weet eigenlijk echt niet of ik dit wil horen. Maar ik vind het heel verschrikkelijk om daar nu zo in je gezicht te doen wachten. Jij schokt dat gewoon. Nee, wat doe je? Nee. Ja, het was stil en dan waren het gewoon hele korte. Ja. En je maakt ook niet heel veel geluid. Nee. Meer een beetje. Zat weer. Ja, ik moest het nadoen. Hoe gaat het dan wel, Justin? Maar ja, moet ik het doen? Ah, dat gelijk. Oh, mama. Ik weet het niet meer, jongen. Gewoon zo. Waar ben jij alles mee van? Oh my god. Met zijn ogen dicht en dan mond wijd open. Zo. Jij werd wel leuk. You were like.
lig ik hier met een fucking grizzlybeer te neuken of zo. Wat vond je mijn minst geile seksgewoonte? Dat je soms gewoon stopt van, doe ik het wel goed of zoiets. Joh. En dan ben je helemaal uit die moment, is het heel die vibe weg. En dan heb ik niet per se heel veel zin meer, maar dan... Je bent wel echt zo'n persoon die in iemands oor gaat kreunen of hijgen. Nee, je werd wel altijd heel boos als ik een keile scheet liet. Dus... Dat. Hoe dat je mij soms achterlaat als een hoer wat? In bed. Wat? Like, je bent klaar met mij? Oké, doei. Dat was like... Ik liet zich altijd scheten. Dat vind ik toch zo goor. Als ik niet meer. Dat je ineens zo... Het boeide je nooit wat jij aan had. Maar, ja, maar dat is echt nog steeds zo. Ja, dat dacht ik al. Het draait gewoon sport bij haar, gewoon losse shit. Een dikke, gewoon een boxer show. Yeah. Ja, dat had geiler gekund. Jij was heel erg op mij aan het letten of ik het fijn vond. En of ik er ook goed in zat. En toen vond ik dat heel prettig, maar ik zou dat nu dus echt denken van... Oké, dit is echt heel ongeil dat je dit doet. Dat je echt gewoon op een gegeven moment zegt, ik heb pijn. Nee, en door blijven duwen, en door blijven gaan. Vond je dat minst geil? Ja, hallo, ik lag daar fucking dood te gaan van de pijn. Jullie krijgen 20 seconden om zoveel mogelijk plekken op te noemen waar jullie seks hebben gehad. In 3, 2, 1. Bos, trein, vliegtuig. Nee. Schiphol Airport. In de pashoek in de H&M. Pashoek in de Zara. Pashoek in de Monkey. Op een dakterras. Balkon. In het hotel. op een boot? Op een. Nee, ik niet. Godverdomme. Vond je dit nou ook zo'n leuke video? Vergeet dan natuurlijk niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. En dan tot de volgende video. Je vergeet niet te abonneren, toch? Of was dat ook nog iets?